Oktober is wereldwijd uitgeroepen tot Breast Cancer Awareness Month door de Pan American Health Organization, de PAHO, en de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Dit jaar staat de campagne in het teken van het thema Niemand zou alleen met borstkanker geconfronteerd moeten worden. Het doel is om aandacht te vragen voor bewustwording, vroege opsporing, behandeling en palliatieve zorg van borstkanker. In Suriname is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen en de tweede belangrijkste doodsoorzaak na hart- en vaatziekten. Vroege symptomen van borstkanker kunnen onder andere een knobbel of verharding in de borst of oksel zijn, evenals pijnlijke of jeukende borsten en ongewone afscheiding uit de tepel. De PAHO en WHO benadrukken dat borstkanker vaak wordt veroorzaakt door een combinatie van hormonale, genetische en leefstijlfactoren. Voor vrouwen, vooral boven de 30 jaar, is het van groot belang om regelmatig zelfonderzoek te doen. Dit kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van verdachte veranderingen die vervolgens met een huisarts besproken kunnen worden. Indien nodig, kunnen vrouwen worden doorverwezen voor een mammografie, een essentieel onderzoek voor de diagnose. In Suriname zijn er verschillende instellingen waar vrouwen terecht kunnen voor een borstonderzoek, zoals de Hofwijk Radiologie Kliniek, Stichting Lobby Health Center en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Door elkaar te steunen, kunnen we elke vrouw laten zien dat haar leven belangrijk is en dat er hoop en hulp beschikbaar is in de strijd tegen borstkanker.